bewonderenswaardig. Maar de rest mij niet heel veel dan de volgende stap meteen te gaan maken naar de Onderwijs Award. En daarvoor vraag ik Christine weer even naar voren. Jij gaat de tweede en laatste van vandaag aankondigen. Ja, leuk, hè? Ja. Een enorme glimlach. Ja, nee, ja, ik geweldig vind, om te doen, ik, vind, voor mij is het echt wel een hoogtepunt. We beginnen een imposante Hall of Fame te ontwikkelen na 6 jaar Onderwijs Awards. En ik ben heel blij dat er weer iemand bij komt. Ja. Vet. Ja. Floor is yours. Dankjewel. Ja, wie zou het zijn deze keer? Ik kan al in ieder geval iets specifieker worden. Het is een man. Dat is eigenlijk niet zo heel erg goed in evenwicht, want die hadden we vanochtend ook al. Maar het begint dan wel iets specifieker te worden. En het is ook iemand die morgen spreekt. Wie zou het zijn? De Onderwijs Award 2021 gaat naar Barend Last. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met deze Onderwijs Award voor jou. Dankjewel. En verdiend. Barend, je bent begonnen als docent in het basisonderwijs. En toen vroeg je je af, waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? En dat is natuurlijk de basis om je te gaan richten op onderwijskunde. Dat ben je gaan doen. Inmiddels speel je een ongelooflijke belangrijke rol binnen de Universiteit Maastricht. Ben je echt de drijvende kracht achter Technology Enhanced Education. En binnen de Universiteit Maastricht speel je een belangrijke rol, maar dat is ook veel breder dan dat. Je bent echt iemand die ook de buitenwereld opzoekt. En met name ook tijdens corona, want al op 3 mei schreef jij een artikel. Anderhalve meter onderwijs heeft ongelooflijk veel rumoer opgeleverd. Rumoer in de positieve zin. Mensen waren ontzettend blij met het artikel. Heeft heel veel discussie ook opgeleverd. Je hebt ook een boek geschreven samen met een collega. Blended onderwijs en onderwijsontwerp. En je maakt video's. Barend legt uit. Dus je zoekt echt de verbinding op en je op een hele humorvolle manier leg jij ingewikkelde dingen uit. En voor jou is blended onderwijs ook niet iets wat over technologie gaat, maar wat over goed onderwijs gaat. Want daar gaat het jou om. Nou, ik denk dat je daar echt een ongelooflijk belangrijke bijdrage binnen je eigen instelling, maar zeker ook in Nederland in speelt. En daarom van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende Onderwijs Award. Had je het verwacht? Stiekem? Doet hij het? Ja, ja, zeker. Ik wist alleen dat ik genomineerd was. Dat vond ik natuurlijk een eer. En ja, er zijn waarschijnlijk nog veel meer mensen genomineerd. En dat hoop ik ook, want we hebben ontzettend veel goede mensen in onderwijs. Dus ja, dan denk ik, voor mij super, maar voor een ander zou ik ook hard klappen. Geweldig, geweldig. Hey, en laatste vraag, wat voor impact hoop je te kunnen maken met alle mooie dingen die je doet? Want je maakt dus allerlei, je maakt filmpjes op een humoristische manier, je probeert dingen goed uit te leggen, laagdrempelig, schrijft erover. Mm-hmm. Wat hoop je te kunnen bereiken? Welke impact hoop je te kunnen maken? Ja, ik vind dat ons werkveld doordrenkt is van een heleboel termen die allerlei verschillende betekenissen hebben. En daar, ja, als schrijver zijnde hou ik van taal en ik hou ook van de betekenis van woorden. En ik vind dat we te vaak verschillende betekenissen erop nahouden en dat we daardoor langs elkaar heen praten. En dat kan in de praktijk veel meer gevolgen hebben dan we denken. Dus ik hamer op gedeelde taal en met elkaar afspreken, waar hebben we het nou eigenlijk over? En als je dat echt met elkaar tot de diepte, ja, zeg je dat, uitgraaft wat het nou echt allemaal betekent, dan zul je ook zien dat er een heleboel, ja, frustratie wegvalt en dat het men gaat denken, oh, dus dat is het. En dan komt er zo'n rust in de ruimte. En dat is, daarom doe ik dat. Geweldig. Enorm bedankt. Ja, zeker. Voor de mensen die
Die denken, oh, die Barend, die is zo inspirerend. Morgen ben je er en draag je ook iets voor. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat u er morgen bent en dan kunt u nog veel meer smullen van Barend Last. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Christine.